Oh, wacht even. Dames en heren, een hele goede avond allemaal. Mijn naam is Sophie Hoefnagel. Ik ben werkzaam bij het KNAB Expertisecentrum. En ik wil jullie vanavond heel hartelijk welkom heten bij deze sessie. Het is 7:30, dat betekent dat we gaan beginnen. Deze week organiseren we diverse webinars ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. En na het webinar waarin Rob in gesprek is gegaan met Sascha en Patrick over de opzettelijke overtredingen, gaan we vanavond onder leiding van Rob ten Katen een aantal clips behandelen. Jullie hebben de resultaten van de clips ontvangen en daarin zie je dat ruim 1100 mensen zijn begonnen aan de test. Nou ja, we zien ook duidelijk dat er helaas gaandeweg een aantal zijn afgehaakt. En je ziet ook in de clips duidelijk terug dat er sommige clips heel duidelijk zijn in de uitkomsten en een aantal clips ook niet. En deze clips gaat Rob vanavond behandelen. En Rob gaat dus de 10 clips verder ontleden. En hij deelt ook wat de juiste strafmaat is en waarom. En als je hier vragen over hebt, dan kun je deze stellen via de chat. Ik wil jullie allemaal vragen om jullie microfoons en camera's te sluiten. En mocht je een vraag hebben, dan kun je deze stellen in de chat. En dat is omdat we vanavond met veel mensen zijn, dus dan blijft het allemaal een beetje overzichtelijk. En wat daarbij goed om te weten is dat het webinar wordt opgenomen. En deze is later ook terug te kijken via ons YouTube-kanaal. Die wordt daarop gepubliceerd. En een aantal van jullie hebben vooraf al vragen ingestuurd. Deze zullen we vanavond zo goed mogelijk behandelen. En als deze niet hier behandeld worden, dan krijg je daar per mail antwoord op. En nou ja, ik wil jullie eigenlijk allemaal heel veel plezier wensen. Ik wil nog aan Michel van Breugel vragen om zijn camera te sluiten. Die staat nog open. Dankjewel, welkom. En nou, daarmee geef ik eigenlijk graag het woord aan Rob. En ik wens jullie allemaal veel plezier vanavond. Ja, Sophie, dankjewel. Nou, we vinden het natuurlijk erg leuk dat iedereen zo enthousiast is over dit onderwerp. Positief verrast over het aantal mensen wat de test hebben gemaakt. Of de test is niet een kwestie, het is die de oefening hebben gemaakt. En waren ook heel blij dat er zoveel verschillende meningen over waren. Want dat betekent dat wij de juiste clips hebben geselecteerd. Want dan hadden we natuurlijk een klein beetje, of nou helemaal geselecteerd, dat het allemaal niet zo duidelijk is. En het is wel belangrijk. Want zoals ik denk ik in het webinar ook al gezegd heb, de strafmaat voor een opzettelijke overtreding ligt op een duidelijk hoger niveau dan op een onopzettelijke overtreding. Uit die 50 clips hebben we weer 10 clips geselecteerd. Waar natuurlijk de meningen het meest over verdeeld zijn. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. En die link naar die clips heb ik nog voor de zekerheid nog even in de chat gezegd. Want dan kan iedereen die eventjes parallel op een tweede scherm of een tweede frame in het huidige scherm even meekijken. Ik kan nu al zeggen dat wij niet de ambitie hebben dat wij over een half uurtje, drie kwartier een eensluidende mening hebben over alle 10e clips. Maar we dachten van ja, net als een scheidsrechter, er moet een keer een beslissing vallen. Nou, we hebben er nu een paar weken over kunnen doen en 30 geleerde clips bekeken, of vaker. En we besproken met elkaar, de scheidsrechter in kwestie op het veld moest dat in een split second doen.
En dan nog komen we er niet altijd helemaal scherp uit. Misschien kunnen we gezamenlijk een aantal richtlijnen, gedachtenrichtingen met elkaar definiëren om dit soort dingen te beoordelen. Nou, heeft Koen mij een groot plezier gedaan door de eerste clip meteen al een leuke controversiële clip te doen. Dus als iedereen die even erbij pakt en nog even een keertje kijkt. Wedstrijd Nederland-België. België-Nederland denk ik zelfs. En de vraag is hier of dit een overtreding, opzettelijke of onopzettelijke overtreding is van de rode speler. En heel eerlijk gezegd, misschien moet ik wel bijna zeggen, daarom hebben we het er ook bij gezet, anders. Ik weet het eigenlijk niet. En na heel veel overleggen en ook nog eens gezellig met Koen hem nog eens 15 keer naar kijken, zit ik in het kamp, en dan ben ik even de expert, maar ik doe dit op persoonlijke titel, hè, dat je niet denkt dat het de mening van de FIH is, of de EAF, of de KNB, of de Spelregelcommissie. Maar ik vind het uiteindelijk geen overtreding. Dat is ook ongeveer wat 1/3 van jullie aangeeft. Het goede nieuws is dat de overgrote... En als het al iets is, is het een onopzettelijke overtreding van de rode speler. En ik denk dat ik dat mede vind omdat de rode speler in balbezit is. Die doet iets wat mag, namelijk de bal voor het doel slaan. En ik zie de actie dat die blauwe speler, dat hij niet de blauwe speler meeneemt, maar dat de blauwe speler meer over hem struikelt. En dat de blauwe speler met een heel klein beetje meer gevoel misschien dit wel had kunnen voorkomen. Nou, ik zeg nu even in één zin een heleboel dingen. Met dat, dus even kijken of ik dat eventjes, want dit gaat natuurlijk een rol spelen gedurende nog een aantal andere momenten. En dan ga ik even met jullie mijn scherm delen, als ik die rechten heb mogen krijgen van, even kijken. Ja. Kijken. En dan ga ik even mijn excuus. Dit hadden we ook beter kunnen voorbereiden. Maar ik ga toch even mijn scherm met jullie delen. Komt ie. En waar we het de hele tijd, of met die slidings, waar we het daar over hebben, is, ik heb voor de zekerheid even de Engelse regel genomen. Natuurlijk hebben wij in Nederland te maken met de Nederlandse regel. Maar om nou even de discussie over de vertalingen even een beetje uit de weg te gaan, dacht ik, nou, ik pak even de Engelse regel erbij. En het gaat over deze regel. Dat spelers mogen niet, must not tackle unless to play the ball with a body contact. Deze rode speler die tackelt niet, hè? Die speelt gewoon de bal voor. Dus vandaar dat ik hier op de lijn zit van dat het gewoon niet eens een overtreding is. Hooguit, ze komen een beetje tegen elkaar aan. De clip die we nu niet geselecteerd hebben, maar die jullie je mogelijk kunnen herinneren, die wel in de 50 zat, was een doelpunt van Amsterdam, waar je ook nadat er is gescoord, spelers per ongeluk tegen elkaar aanlopen in het doel. Dus, met alle respect voor mensen die dit
een onopzettelijke overtreding van de Belg in dit geval vinden en daarvoor fluiten, zou ik hier niet eens voor fluiten, gewoon geen overtreding doorspelen. Dan gaan we naar de tweede punt aan deze wedstrijd te slepen. Dit is Maria. Ja, die heeft natuurlijk. En deze clip die geeft ook maar weer aan hoe enorm belangrijk het is, hoe belangrijke rol wij als scheidsrechters hierin hebben. Want dit is nogal een beslissing, hè, die we hier moeten nemen. En ik meen dat dit. Het is in ieder geval Stichts Amsterdam, dus belangrijke wedstrijd, vlak voor tijd. Dus de keuze die de scheidsrechter hier maakt, is wedstrijdbeslissend. En nou is de vraag, natuurlijk was het, is dit een opzettelijke overtreding? En de scheidsrechter vindt van wel, want een opzettelijke overtreding op een aanval en balbezit betekent een strafbal. Had hij gekozen voor onopzettelijke overtreding, dan hadden we een corner uiteraard gemaakt. Ik ga toch even ik pak toch weer heel even die regel erbij. Want het gaat natuurlijk over van welke overtreding praten we hier. En dat is weer die uiteraard die 9-13. Dat de regel hier, van die ik vind dat van toepassing is, je mag een andere mening hebben, dat deze speelster, die verdedigster, mag alleen maar proberen die bal te pakken als ze dat kan doen zonder body contact. En de opzettelijkheid zit er hierin dat ze opzettelijk naar de grond gaat en daarmee opzettelijk een potentieel reckless action inzet. En het wordt natuurlijk een klein beetje een taalspelletje af en toe, dat realiseer ik me ook, maar de overtreding is hier niet dat ze wel of niet de stik van het meisje raakt bij het proberen te spelen van de bal. Waardoor je dan zou kunnen zeggen, de bal spelen mag, ze raakt toevallig de stik, dat zou een onopzettelijke overtreding zijn. Nee, de overtreding is hier dat zij deze actie niet mag doen, tenzij ze zeker weet dat, dat ze dat goed kan. En daar komt, dus jullie ongetwijfeld kennen, die kreet high risk, high penalty vandaan. Ze neemt hier, ze gaat opzettelijk naar de grond toe, waarmee zij opzettelijk besluit om een reckless action uit te gaan voeren. Die mislukt en dan moet zij ook bestraft worden voor die roekeloosheid. Dus de overtreding zit in de roekeloosheid. Rob, sorry dat ik je stoor. Willem Ledeboer hier. Een aantal mensen valt het nu op, waaronder mijzelf, dat Dekema naast jou in beeld is. Iedereen heeft zijn camera uit. Daardoor halveert het beeld. Zou die hem even kunnen uitzetten? Sorry dat ik onderbreek. Ja, ja, ga doen. Dankjewel. Heel goed. Dus bij die, hè, we kennen natuurlijk allemaal, en er zitten zometeen nog een aantal van die clips van die slidings in. Het is dus, het gaat hier niet of dat meisje nou wel of niet de bal goed speelt, of wel of niet die stik raakt. Het gaat erom, regel 9-13, dat je niet mag tackelen, maar je mag niet proberen de bal te pakken, als je dat niet kan doen zonder body contact. Dus, en de overtreding is hier dus dat zij het
door reckless play, risico, roekeloosheid, potentiële blessures. Dus gevaarlijk spel. Risky action, gevaarlijk spel. Doet zij dit goed, hè, dan mag dat. En dan ja, applaus van iedereen. Voert ze dat verkeerd uit, dan zeggen we, nou, dan heb jij dus met opzet besloten naar de grond te gaan en deze actie uit te voeren. En dan, daar zit dan de verklaring van de opzettelijkheid in. En dat betekent 1. In dit geval een strafbal, omdat het dus een opzettelijke overtreding is van 9-13. Op een aanvaller in balbezit. En omdat we in de Nederlandse briefing hebben afgesproken dat dit soort overtredingen een 10 minuten gele kaart oplevert, hoeven we ons niet meer af te vragen of dat wel of niet terecht is, die straf. En of je dat wel of niet zou doen, of dat eerlijk is. Nee, dat hebben de spelregelcommissie in Nederland voor ons besloten. Dat we zeggen van nou, dit zijn acties, die willen we niet dat die mensen daar die roekeloze acties gaan doen. Gevaar op risico op blessures is veel te groot. Dus daar spreken we met z'n allen af dat 10 minuten geel is. Ja, en dan heb je altijd natuurlijk een hele range van dat soort slidings, waar je natuurlijk aan de randen zegt van ja, dan vind ik 10 minuten wel veel. Hè, persoonlijk hier vind ik 10 minuten best een zware straf. Maar goed, dat is even wat ik ervan vind, is niet zo belangrijk. De Nederlandse Spelregelcommissie vindt dat wij hier 10 minuten gele straf voor moeten geven. En bij de FIH, de Internationale Hockeybond, vinden ze dat ook trouwens. Dus dat hebben ze niet alleen in Nederland dat we dat vinden. En nog in een paar andere landen, zeg maar alle landen, vinden dat ook. Dus ik zie in de chat een opmerking staan. Ja, dat is op zich inderdaad een goede benadering. Maar het bewuste zit hier in dat je bewust naar de grond gaat. En dat bewust een gevaarlijke actie is. Die best wel eens goed zou kunnen aflopen. Maar goed, als dit niet afloopt, dan... Ik sla even de chat over het linkerbeen wegleiden, want anders blijkt er zijn ook mensen die vinden dat ze op de stick gaan staan. Dus de punt wat wij willen maken is regel 9-13, dat de opzet zit in bewust naar de grond gaan en dus bewust het risico nemen. Misschien zijn er ook wel in het dagelijkse leven wel wat zaken te verzinnen. Ik woon in Rotterdam tegenwoordig. Ja, je kan ervoor kiezen om naar bepaalde betogingen op de Coolsingel te gaan. Ja, dan is even de vraag of je dan logisch of niet logisch vindt dat je misschien een gescheurde broek oploopt. Ik ga even naar de derde. Ja, ik maak mij niet uit wat Frank zegt, maakt wat spelers ervan vinden. Ik vind prima wat spelers ervan vinden. Ik vind dat ik ook hier voor de deur mag parkeren, mag ook niet. De Internationale Hockeybond vindt dat we dit type acties gevaarlijk is en grote risico's heeft op blessures. En dus we bepalen die ervan, daar moeten we heel erg voorzichtig mee omgaan. Ik zou het ook even, was het eigenlijk bij een latere clip van plan om het te gaan zeggen, maar ik kan ook nu even zeggen. Wij, ik zeker, maar jullie ook, hebben enorm de neiging om dit te bekijken vanuit de speelster van SJC in dit geval. He, van hoe zit het bij haar? Je moet het eens gaan bekijken vanuit de speelster van Amsterdam. Die loopt gewoon niet vermoedend met de bal. En in één keer komt er iemand onder haar doorglijden. Die zo'n gevaarlijke actie maakt. En dus het is niet, we moeten het niet
alleen maar focussen op die meisje van SCSC die dit doet. Maar we moeten dit ook zeker bekijken vanuit hoe zou jij het zelf vinden als jij die aanvalster in balbezit was. Kom straks nog een keertje terug. Overigens in dit soort situatie even terug naar de coaches. Ja, in deze situatie denkt de coach van Stichtse misschien anders dan die van Amsterdam. Maar ja, andersom misschien niet, zeg maar. Oké, ik ga naar de derde clip toe. Dus Eldert, als je nog in de call zit, ik was het met je eens, maar goed, en 10 minuten. Dus straf wel 10 minuten geel, was dit, is de expert opinion om clip nummer 2. A victory first up is raising. Gaan we even naar clip nummer 3. Wat ik interessant vond was het aantal groot aantal hockeyers in de test. Dat hebben jullie misschien ook gezien. Hockeyers in de test die dit onopzettelijk vinden. En dit is een hele, dit is op, ja, ik vind het best een moeilijke wat je hier zou moeten doen. Uiteraard, hè, en daarmee heb ik natuurlijk op geselecteerd, als jij dit onopzettelijk vindt, dan is het gewoon niks. Dan is het vrije, ja, moet gewoon de aanvalster mag die vrije bal nemen. En als je het opzettelijk vindt, is het een corner. Er is een tijd geweest dat we zeiden van ja, maar goed, iets met impact, dan kunnen we ook alleen een kaart geven. Ja, de groep die technisch volgens het regelboekje kan dat, hè, maar ik zou dat, er is een steeds groeiende groep die combinatie niet voor de hand vindt liggen. Als jij het opzettelijk vindt, dus eerst de overtreding, ja, dus eerst de spelstraf en dan de persoonlijke straf. Dus als je dit opzettelijk vindt, is het een corner. En als je het dan ook nog om allerlei redenen nodig vindt om een kaart te geven, dan kan dat. Ja, en dan ga ik even mezelf op een glijdende schaal begeven. Omdat het in de eerste minuut van de wedstrijd is, en ik naar de lichaamstaal kijk van dat meisje, denk ik dat ze het onopzettelijk doet. Maar ja, ik heb hem proberen te bellen vanmiddag. Ze nam niet op. Heel lastig. Heel lastig. Ik denk dat het onopzettelijk is. Dus laten we dan die mening even als de expert opinion nemen. Maar veel respect voor de andere 50% in deze die zegt nee, dat doet zij gewoon opzettelijk. En dus is het een corner. Wat? Punt. Clipje nummer 4. Covers is near post from Ruas. The ball that came down. Thanks. I know, it's going to be in trouble here. Die zit ook in het webinar. En ik weet niet meer helemaal zeker of we die toen hebben afgesloten met een duidelijke expert opinion. Er is hier veel voor te zeggen. Mijn mening, of de mening die ik mag vertegenwoordigen, corner geel. Opzettelijke overtreding, minimaal 5 minuten. Minimaal 5 minuten. Wat deze scheidsrechter doet, is dus niet goed. Overigens, 2 Olympische finales gefloten. En op 11 maart komt zij bij ons in Den Bosch de
topper dames Den Bosch Amsterdam fluiten. Waarvan iedereen van harte welkom is om te komen. Om 7:00 meen ik. En die wedstrijd fluit zij samen met Sarah Wilson. Niet geheel toevallig de andere Europese scheidsrechter die de Olympische finale heeft gefloten. Nou, en omdat ik denk dat Koen ook wel even een colaatje kon drinken, kun je op één avond 3 handtekeningen halen van 3 scheidsrechters die Olympische finales hebben gefloten. Goed, ik vind dat deze scheidsrechter hier onterecht voordeel geeft. De juiste oplossing was geweest, meteen fluiten, corner, gele kaart. Corner en gele kaart. In het webinar hebben we ook nog de mening proberen te vertegenwoordigen dat de Nederlandse speler hier hem ziet aankomen en dus een blok zet. Nou, dat, ja. Ik zeg niet dat het fout is, maar dat lijkt mij hier niet de juiste uitleg. De juiste uitleg lijkt mij, en dat is 60% van jullie ongeveer met mij eens, opzettelijk overtreding en dus corner, spelstraf sowieso. En ik denk dat we ook hier een gele kaart op zijn plek zou zijn. Deze vijfde clip. Ja, vonden wij interessant om te zien dat met name de coaches veel meer dan de spelers en de scheidsrechters dit opzettelijk vinden. Dus waar je dus soms, waar je dus waarschijnlijk meestal ziet dat, in de 50 clips, die deelverzameling die wij met jullie gedeeld hebben, zie je het bredere beeld dat spelers en coaches de opzet minder vaak zien dan de scheidsrechters. In deze zeggen de coaches, is dat net andersom, daar zeggen de coaches duidelijk dat dit opzettelijk is. De expert opinion, mijn mening, gebaseerd op meningen ook van anderen, is dat dit zeer zeker opzet is. En zeer gevaarlijk ook. En dus minimaal 5 minuten geel. Minimaal 5 minuten geel. Dit hoort echt wat deze jongen doet. In mijn mening, hè, hoort echt niet thuis op een hockeyveld. Dit doet hij. Ik vind dat hij dit echt bijna met voorbedachte raden bewust doet. Dus vragen van jullie, waar we straks nog even op terugkomen, gaat dan over of er verschillende vormen van opzet zijn. Dus een soort van erge opzet en hele erge opzet. Nou, stel dat die er zouden zijn, dan vind ik dit wel erg opzet. En dus zeker een kaart. Zeker. Maar ook hier heb ik het de speler niet kunnen vragen. Maar ik denk dat hij wordt uitgespeeld door deze speler en die denkt van vervelend overtal achter mijn rug, haal ik niet meer in. Ik zet hem bewust stil. Dan moet ik al die vinkjes even zetten voordat ik naar de zesde kan. Ja.
Je moet ook even het vinkje zetten dat je toestemming aan de KNB geeft. Onderaan. Ik ben eventjes bij clip 6. Ja, zie je dat? Bij mij staat het vinkje van die toestemming staat net boven het blokje waar volgend op staat, of next op staat. Nou, dit is natuurlijk weer dezelfde regel 9-13. Hè? Deze speler gaat bewust naar de grond om de bal te spelen. Is een gevaarlijke actie. He, hij neemt dus bewust dat risico dat hij het niet goed uitvoert. En dus vinden wij dit een opzettelijke overtreding. En ja, waarbij je dus zeg maar bij dat meisje van Stichtse en Amsterdam nog kan denken van ja, nou ja, he, was dat nou heel gevaarlijk? Hebben we hier een voorbeeld van dat, waar dat toe kan leiden, zo'n actie. En deze jongen van Spanje, geloof ik, die vliegt echt een paar meters door de lucht. En ja, kan zomaar de rest van het toernooi kosten. En dus kunnen we denk ik ons allemaal beter hierbij voorstellen dat dit een 10 minuten gele kaart is. En niet alleen omdat hij... Omdat we dat met elkaar hebben afgesproken, maar omdat dit ook gewoon een hele nare, vervelende overtreding is. Op een aanvaller in balbezit en dus is de spelstraf ook een strafbal. Ik weet niet of ik meen dat de videoscheidsrechter dat hier ook gaat geven, maar de uitkomst hoort hier te zijn. Strafbal en 10 minuten geel. Dan gaan we even naar 7. Belgium win it back. Intensity good. En die zit er niet voor niks in. Kijk, die vorige, daar geeft ons buikgevoel natuurlijk ook weer aan van ja, dit moeten we niet willen op een hockeyveld. Bij deze ziet het er allemaal weer wat natuurlijker uit, wat onschuldiger uit. Maar ook hier zou ik weer die regel 9-13 van toepassing willen verklaren. Deze Belgische meneer die gaat met opzet naar de grond om de bal te spelen. Het mislukt. Ja, en dus dit is een opzettelijke overtreding waar die Nederlandse... jongen zomaar geblesseerd bij zou kunnen raken. Niet zo heel erg. Een beetje tussen die van Stichtse en Japan in. Maar omdat wij in Nederland hebben afgesproken dat we daar 10 minuten voor geven, is het 10 minuten. Wie weet komt er nog eens een keer een briefing dat we als scheidsrechters de keuze krijgen tussen 5 en 10. Ja, dan zegt mijn hockeyhart van nou, dan zou ik 5 hier ook wel goed vinden. Maar goed, die afspraak hebben we nu eenmaal niet. We hebben de afspraak. Als iemand dit doet en het mislukt, 10 minuten geel. De spelstraf, scheidsrechter geeft die voordeel, meen ik, dan moet ik even weer kijken wie er aan balbezit blijft. Maar goed, het is in ieder geval buiten de 23 meterlijn. Dus, hij had ook gewoon hier moeten fluiten voor de overtreding, want België kan door, terwijl die dus voor Nederland had moeten zijn. Dus de spelstraf hier is hier vrij bal voor Nederland. En een 10 minuten gele kaart voor de Belgische meneer. Dan
gaan we naar. Okay, I will be done. Yeah, yeah, no way. First this and then we got a video. Okay? Now we got a video. Dan gaan we naar clipje nummer 8. Daar uiteindelijk is de oplossing hier dat het een onopzettelijke overtreding is van de Argentijn. He, die probeert er doorheen te komen, maar ja, dat mislukt. Dus hij duwt die Nieuw-Zeelandse jongen weg. Er is ook best ruimte in mijn hoofd om te denken dat hij dat opzettelijk doet. Maar nou, ik denk dat het dat hij serieus probeert om op een geoorloofde manier bij de bal te komen en dat hij niet met opzet de Nieuw-Zeelandse verdediger wegduwt. Dus ik zit in de groep van gemiddeld 60% die dit ook onopzettelijk vindt. Maar ja, goed, het is, de clip zit er niet voor niks in, dus respect voor iemand die dit opzettelijk vindt. Ja, er zijn natuurlijk mensen die vinden dit een of die zien mogelijk een overtreding van de verdediger erin. Dat kan. Dat kan. Maar goed, ik zit natuurlijk in het andere kamp, namelijk dat het een overtreding is van de Argentijn. Ik zie de Nieuw-Zeelander niet zo wat hij fout doet. Hij staat stil. En er wordt tegen hem aangelopen. Er is best natuurlijk enige ruimte om te vinden dat dat niet zo is. Dus dat je zegt van ja, nee, maar hij maakt zich breed of hij draait zijn schouder erin. Of iemand die zegt hij bukt iets dieper. Ja, dat kan. Dat kan. Geef maar weer aan. Dus in dit geval, een spannende wedstrijd. Dus dat er wat te zeggen is voor een opzettelijke overtreding van de Nieuw-Zeelandse speler. Wat zou leiden tot een corner. Of dat je zegt nee, het is een aanvallende fout. Al dan niet opzettelijk. En dan is het een vrije bal voor de ander. Nou, we weten allemaal dat een corner op dit niveau beslissend kan zijn. Dus de internationale hockeywereld heeft ons als scheidsrechter best wel beladen met een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat maakt het natuurlijk ook leuk. Dat maakt het ook leuk. Even kijken waar we zijn we bij. Even een clipje 9. Een hele leuke. Voor degene die het webinar hebben gezien, daar zat een clipje in van een Nederlandse speelster die wegdraait bij een Duitse speelster. Met uiteraard dezelfde vraag. Mijn mening is, of de expert opinion is, dat dit een opzettelijke overtreding is van de Argentijnse. Die zwarte speelster die is er gewoon omheen. En die Nieuw-Zeelandse. En die Argentijnse die zeggen, dat gaan we niet doen. En ik denk dat dit opzettelijk is. En ik zou daar denk ik, kijk, persoonlijke strafkaarten hangt natuurlijk altijd een beetje van nog een aantal andere factoren af. Maar laten we om te beginnen eens zijn dat dit, je hoeft er niet mee eens te zijn, maar
Ik vind dit een opzettelijke overtreding. Ik pak hem er heel eventjes bij wat jullie daarvan vinden. Ja, 50-50 natuurlijk, want anders hadden we, niet meer, hadden we er niet ingezocht. Maar wij vinden dit, expert opinion is dat dit een opzettelijke overtreding is. En ik denk zelfs dat de scheidsrechter hier best wel zou kunnen overwegen om daarnaast een spelstraf voor een vrije slag ook een... te doen. Iemand vraagt of dat een 9-13 is. Ja, ik vind niet dat zij naar de grond toe gaat. Althans, ja, ze reikt voor de bal, maar het is toch weer even anders dan go to ground. Disorganized there on and off the field with the substitution at exactly the wrong time. Well, Fuchs has protected that with a right foot there as he goes through Shipley's stick in the space. You could argue that that's... Die hebben er een beetje in gedaan om vraag is of dit opzettelijk of onopzettelijk is. Mijn mening is dat dit gewoon afhouden van de Duitse speler is. Dus dat is dat het dus een vrije slag voor Wales had moeten zijn. En dat, dat zal hij vast opzettelijk gedaan hebben. Maar dat dit dus niet een corner of iets dergelijks is, of een strafbal, vanwege een opzettelijke overtreding van de speler van Wales, of onopzettelijk, maar dat dit gewoon afhouden is. En die hebben er met name in gedaan ook, naast dat daar weer, we er ook een beetje verdeeld over waren. Namelijk ook weer mensen die dit onopzettelijke overtreding van Wales vonden en anderen die dit een afhouden van de Duitse speler vonden. Om een bruggetje te maken naar de volgende 50 clips die we voor jullie aan het maken zijn. Namelijk Protecting the Ball. Thema afhouden, stick afhouden. En daar zal deze clip ongetwijfeld vanuit dat perspectief ook behoorlijke kans maken om in die reeks van clips te komen. Vraagt iemand, zou je hier Fuchs een kaart geven? Ja. Nou, dat denk ik niet. Ik denk het niet. Hangt natuurlijk helemaal af hè, van allerlei andere omstandigheden. Misschien heeft hij het al 6 keer gedaan en heb ik er al 6 keer voor gefloten. En ben ik al vanaf de 3e keer bezig met kaarten geven. Maar ik verwacht in de algemene zin dat je hier geen kaart voor geeft. Ja, zegt iemand als het roer was. Ja, maar goed. Dat is, wat zou ik toch graag hebben dat die roer een Nederlands paspoort had? Dat zou ik echt heerlijk vinden. Ik kan er heel goed bij hebben, denk ik. Maar nu die bij de Duitsers speelt. Ja, dan is het natuurlijk. Zorgt hij voor irritatie. Maar ik weet zeker, als hij bij Nederland zou spelen, dan zouden wij het allemaal prachtig vinden. Nou, ik in ieder geval. Laat ik niet voor jullie spreken. Oké, dan ga ik heel even in de chat kijken of ik. Nog vragen heb, echte vragen gemist heb. Nou, dat. De observatie dat veel clips dat de scheidsrechter iets anders blijkt te doen dan wat wij vinden. Ja, dat kan. Dat kan, zeker. Ja. We hebben eigenlijk niet zo op geselecteerd, maar dat kan toevallig kan dat zo zijn. Maar nogmaals, bij al deze 10 clips, we hebben ook een heleboel clips gezien, maar jullie niet, maar wij bij de voorbereiding, waar we zeiden, ja, dit is zo duidelijk opzettelijk of onopzettelijk, die doen we niet in de clip, die nemen we niet mee in de 50. Dus en bij al die clips waar het een beetje erom hangt, die zijn natuurlijk leuk om het erover te hebben.
Pak ik eventjes de vragen erbij die jullie gesteld hebben. Loop ik die nog even door. Niet even, die loop ik door. De vraag is, wat zou je als criterium willen gebruiken of iets opzettelijk is? Dat is heel lastig. Ik heb het in het webinar, en dat wil ik graag dan nu even halen, langs een andere kant benaderd. Er is een verschil tussen iets doen wat mag, maar wat onvoldoende goed wordt uitgevoerd. Dan zit je snel in de onopzettelijke hoek. En iets doen wat niet mag. En iets doen wat niet mag is opzettelijk. Dan hadden we die vraag over of er vormen van opzet zijn. Ja, volgens het spelreglement niet. Gevoelsmatig zien we natuurlijk allemaal verschillende graden van opzet. Misschien wel meer niet in de actie, maar in het gevolg. Is de actie wel even opzettelijk of onopzettelijk? Maar dat we toch een mening hebben over het gevolg. Er zijn ook niet gradaties van liegen. Je kan wel liegen of niet liegen, maar niet heel erg liegen. Maar we hebben er toch altijd weer een mening over leugens. En ik denk dat het met opzet ook zo'n beetje is. Dat die gradaties natuurlijk wel zijn. Maar niet in de regels vastgelegd in ieder geval. En het goede nieuws is dat de Hockeybond er vertrouwen in heeft dat jullie als scheidsrechter die dat onderscheid kunnen aanbrengen. Want jullie mogen het beslissen. Iemand vraagt, waarom beslis je in een situatie welke onopzettelijk of opzettelijk is, of er ook een persoonlijke straf bij moet? Ja, altijd. Bij elke beslissing moet je eerst bij jezelf nagaan. Is het een overtreding? Dan is hij opzettelijk of onopzettelijk. En dan ook of er een persoonlijke straf bij moet. Dat doe je eigenlijk elke keer. Bij elke beslissing. Ik zie niet zo heel erg makkelijk een voorbeeld voor een combinatie van een onopzettelijke overtreding met een kaart. Als je iets onopzettelijk vindt, dan zie ik niet heel snel dat je zou hoeven overwegen of er een persoonlijke straf bij moet. En bij opzettelijk natuurlijk wel. Iemand vraagt, is opzettelijk altijd bewust? Ja, ik denk dat wel. Ik zie dat wel als synoniemen. Of kan het ook ongecontroleerd dom zijn? Ja, ik vind ongecontroleerd dom eigenlijk ook een vorm van opzet. Iemand die weet dat hij niet kan hockeyen en het toch gaat doen. Toch naar ballen gaan slaan die hij niet kan bereiken, is ook wel een vorm van opzet. Maar dan komen we een beetje op het gladde ijs van Nederlandse synoniemen voor opzet en bewust en intentional. Dus die weg wil ik even niet opgaan nu. Hele andere vraag, gaan we toch even beantwoorden. Mag een verdediger de bal in zijn eigen cirkel hoog houden? Laat stuit op de stick, onder schouderhoogte om zo uit een drukke cirkel te komen. Nou, dat mag hij niet alleen in zijn eigen cirkel, maar ook in de andere cirkel. Want het enige criterium daarbij is gevaar. Dat het gevaarlijk is. En als ik hier lees drukke cirkel, dan ruikt dat natuurlijk heel erg dat dat gevaarlijk zou zijn. Maar er is niks in de regels wat jou verhindert anders dan het gevaarlijk spel om dat te doen. Is er een vraag over mensen met
Ja, dan kom je weer in de discussie. Ik zal het graag even voorlezen. Zit er een verschil in de beoordeling, inclusief kaarten, tussen de intentie om een overtreding te maken, de intentie om een actie te maken met een risico, en de intentie op een hockey in de actie met een risico? Ik zie dat een beetje hetzelfde als de benadering die ik kies. Iemand mag altijd iets doen wat mag, en dat kan een keer fout gaan. Ja, dan heet het een onopzettelijke overtreding. En iemand kan iets doen wat niet mag, en dan kom je in de opzettelijke overtredingen terecht. Volgende vraag, hoe gaan we om met strafmaat? Veel overtredingen op dit niveau zijn bewust, maar vaak doet scheids er niets mee bij betrekking tot persoonlijke straf. Ja, het regelboekje, als ik daar even het antwoord uit mag halen, maakt een onderscheid tussen opzettelijke en onopzettelijke overtredingen. En dat zegt Patrick ook al in het webinar. Het zou wel heel mooi zijn als we daar stappen in kunnen maken, dat wij voor opzettelijke overtredingen de straf geven die daarbij hoort. En een persoonlijke straf is, en die zegt ook, het belang van de spelers zit in de juiste spelstraf. Laten we daar nou ons op focussen. Dat er in voorkomend geval ook een persoonlijke straf bij kan, hangt van heel veel factoren af. Misschien ook eens een keer een webinar over organiseren, welke dan allemaal. Maar dat is heel lastig te zeggen wanneer er een kaart bij moet. We hebben één situatie waar we hebben afgesproken dat we 10 minuten geel geven. En dat is bij die sliding. En de rest laten we het aan de interpretatie van de scheidsrechter over. Of die dat wel of niet op zijn plaats vindt. Ja, en dan zullen daar natuurlijk meningen over zijn of dat wel of niet zo is. Ik zou eerder zeggen dat er op lage niveaus te weinig persoonlijke straffen uit worden gedeeld dan op hogere niveaus. Maar goed, daar heb ik ook geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Kunnen we ervan uitgaan, volgende vraag, dat er op hoofdklasse en internationaal niveau in 80% gevallen opzettelijk is wat er gebeurt? Ik heb dat nooit onderzocht of dat 80% is. Ik denk wel dat naarmate spelers vaardiger zijn, ze nog steeds dingen doen die mogen en dat ze die nog steeds wel eens een keertje niet goed uitvoeren. Dat kan dus dan dat daar dus onopzettelijke overtredingen vallen. Ook tophockeyers krijgen de bal wel eens per ongeluk tegen hun voet of stoppen hem niet. Dat kan. Wat die spelers wel vaardiger in zijn, denk ik, is in het wat slimmer, gecamoufleerder dingen doen die niet mogen. Dat kan. En daar komt vaak ook dat statement vandaan dat soort dingen opzettelijk is. Ja, dat denk ik wel. Ja. Die zijn daar heel vaardig in. Ene laatste vraag. Hoe ga je om vooral met veranderingen van looplijnen van de balbezitter, waardoor de niet-balbezitter amper kan reageren? Ja, dat is natuurlijk heel... Daar is in de categorie slim. Je ziet dat veel spelers doen, hè, hebben in de bal, de verdediger is uitgespeeld, moet er achteraan en dan voorlangs kruisen. Dat is slim. En moet het niet te laat doen, want dan, je mag niet tegen iemand aanlopen, maar je mag wel voor iemand kruisen. Ja, dat is, hij mag hem niet omverlopen, maar er staat nergens dat hij
dat je de verdediger de tijd moet geven om af te remmen of zo. Dus, dan heb ik even de laatste vraag. Kun je het verschil uitleggen tussen spelstraf en of persoonlijke straf wanneer de bal wordt weggespeeld na het fluitsignaal binnen en buiten 23? Weer, vind de primaire beslissing die je moet nemen, is het opzettelijk of niet opzettelijk? Als het binnen de 23 meter lijn en het is opzettelijk, dan is het een corner. En is het niet opzettelijk, dan gaan we de bal halen. Buiten de 23 meter lijn is weer hetzelfde. Als jij het opzettelijk vindt, is het een vrije slag. En als jij het onopzettelijk vindt, is het ook een vrije slag. Dat geven de regels nou eenmaal aan. Nu begrijpen we allemaal en dan dat jullie als scheidsrechter, die toch geacht worden dat het spel eerlijk en sportief verloopt, dat je zegt van ja, er zijn situaties waarin ik, dus zeker buiten de 23, waar die bal dan voelt het onvoldoende aan om alleen een vrije slag te geven. Nou, dan heb je de mogelijkheid om daar een persoonlijke straf bij te geven. Een discussie die waarschijnlijk vaker speelt is een strafbal en kaart. Dat er ergens in ons een rechtsgevoel zit dat er een overtreding heeft een spelstraf. En is dat dan misschien al genoeg en hoeft er dan geen kaart bij? Ja. Dat kan. De regels geven ons allemaal die mogelijkheid om die combinatie te maken. Dus. Maar het doel van dit webinar was om jullie duidelijk te maken. Om de gedachte mee te geven. Dat de kern zit in de keuze. Of de keuze. Het oordeel of iets opzettelijk of onopzettelijk is. En daar dan de juiste spelstraf bij te geven. En dan in een enkel geval is de vraag of er misschien een persoonlijke straf bij moet. Maar dat is van heel veel andere factoren ook afhankelijk. Ik ben door de clips heen en ik ben door de vragen heen. Althans, de vragen die aan mij zijn gestuurd. Dus even kijken in de chat. Ik heb er een tijdje niet meer bijgehouden. Even kijken. Ik pak even de laatste vraag, die van Eddie. Ik hoor mijn vraag niet terug. De speler in balbezit heeft een plan en de ander moet reageren. Ja. Gaat dat over dat van richting veranderen? De aanvaller mag lopen waar hij wil. Mag natuurlijk niet tegen mensen aanlopen, maar mag lopen waar hij wil. En dat. En aanvallers zijn slim, hè? Die weten dat ze voorlopen op een verdediger. Dat gaat waarschijnlijk niet heel vaak voorkomen in de wedstrijd. En dan gaan ze daar nog optimaler proberen gebruik te maken door ze de pas af te snijden in de hoop dat die verdediger misschien op de hielen trapt. Waardoor de scheidsrechter misschien denkt, hey, opzettelijke overtreding, ik doe er ook nog een kaart bij. Ja, dat kan allemaal. De mooiste bloemen groeien aan de rand van de afgrond. En je kan ook alleen maar een wedstrijd winnen als je langs de randen van de regels. Daar zit de winst. En dit zijn inderdaad lastige situaties. En als jij vindt dat hij tegen de
in zo'n geval niet kruist, maar tegen de verdediger aanloopt. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ik ben door de vragen en de clips heen. Dus als nog iemand maakt van de gelegenheid gebruik om nog een vraag te stellen, als je dat zou willen. En dan gaan we, als iemand leuke clips heeft over protecting the ball met lichaam of stick, dan houden wij ons aanbevolen. Ja, dan dank ik jullie in ieder geval hartelijk voor de aanwezigheid en de interesse en de leuke vragen. En succes met de toepassing. Dus vraagt nog iemand of erbij waarom bij de eerste clip geen sprake is van high risk. Omdat zoals ik hem zie, is de aanvaller in balbezit, die slaat de bal voor het doel. Dus die heeft de bal al, dus die is in balbezit. En de Nederlandse speler die struikelt over hem. En ik zie dat niet als overtreding. Ik weet dat er mensen zijn die dat anders zien. Die zeggen nee, dit valt bij mij ook onder. Die aanvaller gaat gewoon naar de grond toe om die bal proberen te spelen. En neemt daarmee bewust het risico dat hij de Nederlandse speler raakt. En dat is niet fout, hè. Dat is niet fout. Alleen omdat we onszelf opgelegd hebben. Van ja, net een scheidsrechter heeft 0,3 seconden om te beslissen. Laten wij dat dan in onze poging doen. Omdat in 6 weken ook dat het ons ook lukt in 6 weken. Dat we tot een uitkomst komen. En onder die druk kiezen wij voor geen overtreding. Allemaal heel veel plezier in de volgende week denk ik dat het weer gaat beginnen met een aantal inhaalwedstrijden. En dan de 12e of de 13e weer om het echi.